het instrument de horen. Ik zou zeggen, we willen nu wel eens wat horen. Ja. Waar beginnen we mee? Nou, laten we beginnen met het meest belovende voorbeeld. De kleinste in het gezelschap die gaat ons nu verblijden met een paar mooie tonen. Laten we wat horen, Nout. Zo, fantastisch. Wat heb je nou gespeeld? Sorry? De Imperial March van Star Wars. Wauw, kijk. Nou, die had ik zo niet herkend. Ja. Maar dan ben ik ook niet zo goed in Star Wars, moet ik eerlijk zeggen. Dat maakt niet uit. Maar het is wel leuk dat je dat op die manier kan doen, hè? Als ik met kinderen praat over klassieke muziek, dan heb ik het altijd over filmmuziek. Maar dat is misschien ook wel heel leuk om te vertellen, want horen heeft ook altijd een hele mooie rol in de filmmuziek. Ja. Er is geen film eigenlijk waar je niet op een heel spannend of heldhaftig moment de horens voorbij hoort komen. Dus let de volgende keer in de bioscoop maar eens extra op de horen. Weet je ook waarom ze dat doen? Is er een bepaalde reden dat ze de hoorn kiezen voor filmmuziek? Of is dat gewoon... Nou ja, er komen natuurlijk ook andere instrumenten voor, maar dat ze specifiek voor bepaalde instrumenten de hoorn kiezen. Dus denk ik, ja, het kan heel heldhaftig klinken en spannend. Misschien, want wij hebben ook samen een fragment gespeeld, misschien kunnen wij dat samen even spelen. Oh ja, ga even opstaan. Laat even zien. Dat je het heldhaftige stukje kan horen. Nou, het ook staan? Of niet? Of doen jullie het met z'n tweeën? Deze hebben wij met z'n tweeën gedaan. Oh, jullie hebben met z'n tweeën. Komt-ie. Ik weet niet meer waarvan het is, maar ik ken het in ieder geval wel. Ook een Star Wars. Wat? Ook een Star Wars. Ben ik toch beter in Star Wars dan ik dacht. Hartstikke goed. Hey, en wat ons intrigeert is, nou ja, je bent met zo'n enorm apparaat, zo'n enorm gesofisticeerd apparaat ben je bezig. En je kunt er van alles op doen. Maar wij denken elke keer van, en wat kan je nou precies doen? Ja, nou, ik heb ook een hele bijzondere horen meegenomen uit 1875. Wauw. Daar speelden ze dus echt in de tijd van Mozart en ook nog Brahms ook nog wel op. Maar het is misschien even leuk om, ik laat het eerst even op mijn moderne horen zien. Ja. Ik kan al heel veel tonen spelen eigenlijk om mijn horen zonder dat ik ventielen gebruik. Dus dat ga ik even demonstreren. Dit doe je dus echt alleen maar met je mond? Alleen maar met mijn lippen. En doordat ik een ventiel indruk, maak ik eigenlijk, want de hoorn is eigenlijk gewoon alleen maar een lange buis. Dat gaan jullie dadelijk bij die oude hoorn nog zien. Dat laat ik dadelijk eventjes zien. En door een ventiel in te drukken, kan ik die hele natuurtoonreeks een klein beetje lager maken. Dan krijg je dit. En dat kan ik met alle combinaties doen. En zo kan ik uiteindelijk alle tonen spelen met behulp van de ventielen. Dus dat is een chromatische toonladder. En wij hebben dat net ook eventjes... Wij kunnen namelijk ook die natuurtonen met z'n drieën spelen. Okay. En dat kunnen we ook een beetje in kanon doen. En dan horen jullie een beetje hoe mooi ook drie horens samen kunnen klinken. Maar wij gaan eerst even... Nu doen wij de natuurtonen met 1 en 3. En die gaan we met z'n drieën eerst samen spelen. Dus dan doen we deze. Komt-ie? 1. En... Dus dat deden we alleen maar met onze lippen. Wij doen niks met onze vingers nu. En dit laten we in kanon horen, want dat klinkt namelijk best wel leuk. Jij mag beginnen. fantastisch. Dat het al heel mooi samenklinkt. Ja. En dat is dus eigenlijk hoe een hoorn... Ik pak even de hoorn uit 1875 erbij. Overigens waren er toen al wel ventielen uitgevonden, maar dit was nog niet zo heel geavanceerd. Dus er werd nog steeds ook wel op deze instrumenten gespeeld. En nou, daar kan ik dus ook die natuurtonenreeks op spelen. Nou ja, zo is. En die overige tonen, die kon je dan spelen door je hand te gebruiken. Dus door een beetje je hand meer of minder in de beker te stoppen, werd de toon dan lager. Dus luister maar eens. Dus zo kun je ook de toonhoogte veranderen. En dat gebruiken we nu nog steeds. Ook met de moderne hoorn hebben we nog steeds onze hand in de beker. Om de klank een klein beetje te kunnen bijstemmen of ook speciale effecten toe te kunnen passen. Ja. Prachtig, ja. Prachtig. En je hand wordt zo af en toe nat als er van al dat speeksel wat je produceert, of niet? Nou, dat valt wel mee. Dat gooien we er af en toe op een andere manier uit. Heel mooi. Dank voor jullie fantastische... En jullie krijgen een applaus.